De fundatie is in de zomermaanden te gast bij Indigo. In de grote zaal zijn werken te zien van Jan Kramer, Pieter Henket, Henk Vis, Paul de Reus en Jeff Diederer. Kunsthistorica Jet van der Sluis Weber wijde in haar openingswoord aandacht aan de verschillende posities die de exposerende kunstenaars innemen. Helena, volgens mij wil jij op basis van oude familiefoto's een oeuvre creëren waarin je ook je eigen roots en je eigen wortels onderzoekt. Tegelijkertijd probeer je te verhouden tot de grotere geschiedenis en je eigen tijd. Omdat je een heel sterk besef hebt dat ieder individu eigenlijk een eiland vormt in zijn eigen tijd. Helena Hogenraad, wat beweegt jou in de kunst? Nou, mijn werk is geïnspireerd op familiefoto's. Ik zoek zelf familiefoto's uit mijn eigen archief op. En het werk waar we nu bij staan is bijvoorbeeld geïnspireerd op een foto van mijn opa, die ik nooit heb gekend. Dit was een zwart-wit foto, genomen in een fotostudio zoals ze dat destijds deden. En door mijn eigen toevoeging is dan het toevoegen van de kleur en het veranderen van de setting, waardoor je een nieuw verhaal en een nieuw beeld kan creëren. Het duo De Geldwolven met Luc Hudepol, trompet, zang en gitaar, en Ruben Nozai, zang en gitaar, zorgde voor de muzikale omlijsting. Je bent onafhankelijk kunstenaar, nog niet zo lang, hè? Nee, dat klopt. Ik ben in 2015 afgestudeerd bij de Aki Artis in Enschede, in de richting Fine Art Painting. En sindsdien ben ik bezig geweest, ja. Ik heb in 2015 na mijn afstuderen het Hartfund gewonnen. En dat is een beurs waardoor ik een werkstudio heb gekregen en een werkbeurs, dus om de materiaalkosten te vergoeden. En zodoende heb ik me op die manier kunnen verder ontwikkelen. Jullie hebben geen goed gevoel, geloof ik, hè? Nee, we kijken naar het team, maar het ziet er mooi uit. We hebben een professioneel shirtje, we zijn gesponsord. Ja. Ben je wel trots op, hè, Koen? Hallo, dat is gewoon al. Deze hangen aan de palen. En die zit achterop met de lamp. Achterop de koets. Daar hangen er vijf. Ja. Dat is dus alle vijf eerst die gewonnen. Heel hoog. En waar proosten wij op? Op de nieuwe haring? Kan. Op een mooie duikruis naar Curaçao? Kan ook. Maar ik proost ook op het feit dat er een aantal van u vanavond dol en dronken naar huis gaan. Proost. En ik zal er niet één van zijn, maar wij moeten het land nog in. Hey Hans. Aan de bar zit een vader. Telefoon in zijn hand. Zegt tegen zijn vrouw, waarom kom je niet hier? Schuif je werk aan de kant. De grote verhalen van de man met de hoed. Hij leeft in een wereld vol vrouwen en geld.
meisjes vallen binnen. Ja, alles is goed. Wij gaan van links naar rechts. Goed. Elke maat, elke vent. Maakt niet uit wie je bent. Of je de top hebt bereikt. Of een teamje bent gezonken. Stel zo verliefd. Ze kijkt in zijn ogen, haar lippen gaan mee op de mooiste muziek. En in de hoek staat een dame met een oude meneer. Hij was bijna vergeten hoe mooi het ooit was, maar nu is hij er weer. En de dat is mooi in democratie. Iedereen kan bepalen bij welke partij die graag wil horen. Een aantal collega's te spreken. Wethouder van Engelo van het CDA, de goede partij. Dan zei hij van, je moet nu de minister bellen. Ja, dat kon ik niet alle minuut, maar zo is het dan Henk Balk. Ja, je moet net, alles moet klappen, zeg ik altijd. Wij kilometers maken en die gaan we maken in de rally, in de Sylvia Rally van Moskou naar Peking. Handje kun je altijd al praten maken, maar van een praten kun je nog een handje meer maken. En we hebben veel te veel praters opgevoed. Ik ben hier vandaag naartoe gefietst naar dit leuke feest, de Balk Haring Party. En plezier in een nieuwe pand. Het is een prachtige locatie. Het pand is echt geschikt voor een boekwinkel. Als u zo om u heen kijkt hier, zit u dan veel bekenden? Ja, heel veel. Ja, dit is een kunstwerk die ik gemaakt heb voor het festival MAF. En het symboliseert eigenlijk een phoenix die herrijst uit de as. En dan vraag je natuurlijk af, waarom heeft hij dat gemaakt? Nou, ik heb het gemaakt omdat ik eigenlijk vorig jaar heel erg druk ben geweest. En geen tijd heb gehad om eigenlijk stil te staan bij sommige dingen die er gebeuren, bijvoorbeeld overlijden van mensen. Ik zeg geen tijd hebben, geen tijd genomen hebben, dat is eigenlijk beter. Ik dacht dat is een orde voor alle mensen die dit jaar en vorig jaar mensen hebben verloren. En dit is eigenlijk even een moment om daarbij stil te staan. Ik denk, laat ik een beeld maken of een kunstwerk maken die daar te maken mee heeft. Hier in het witte gedeelte van het kunstwerk zit licht. Dus als je 's avonds een keer langskomt en het is al een beetje donker, dan zie je goed hoe dit verspringt van licht. En het lijkt wel een beetje op de brug hier verderop. Ik denk, ik doe dat even, dan past dat zo mooi bij elkaar. Dan is het een beetje een raakpunt. En die kleuren, en daar krijg je geen problemen mee, zoals met de brug van met Suikerfeest en zo? Ik krijg nergens problemen mee, Marinus. Laat ze maar komen en zal ik ze dat even rustig uitleggen, waarom ik die kleuren heb. Ze doen allemaal zo druk over die dingen, ach. Ja. Ik weet dat je ook met andere dingen bezig bent, ontwerpen van posters en reclame en zo. Ja. Hoe gaat het daarmee? Ja, gaat goed hoor. Het is af en toe wel eventjes goed plannen, hè? Wanneer dit en wanneer dat. Maar met een beetje goede wil komt dat wel goed hoor. Ja. Ja, een paar spannende dingen in het loop van het jaar. Nog een paar leuke exposities in België. Misschien eentje in Luxemburg nog. Nou, een paar nog in Nederland. Ja, leuk. Leuk programma in vooruitzicht. En daar kun je van bestaan? Ja, de ene keer beter dan de andere keer, laat ik zo zeggen. Nee, gaat goed. Ik ben een van de organisatoren. Ik doe het samen met Wesley Grobbe en Robin Weusthof.
En we hebben voor het eerst de Masters georganiseerd. Dus de bedoeling dat het een jaarlijks evenement wordt. En zoals u vandaag hebt kunnen zien hier, zijn alleen maar topteams uit heel Nederland eigenlijk. En wat de bedoeling eigenlijk is, is dat wij 10 teams hebben uitgenodigd. Dus teams kunnen ze niet vrij inschrijven. En dat doen we eigenlijk om het niveau zo hoog mogelijk te houden. Dus we hebben jongens hier spelen nou die in het Nederlands elftal hebben gespeeld. Die er nog in spelen. Jongens uit de eerste divisie, eredivisie. Dus is gewoon, qua niveau is het gewoon top. En het eerste van Oranje die erin hebben gespeeld. En jongens die op dit moment in de eredivisie spelen. Dus het hoogste niveau wat we in Nederland hebben op zaalvoetbalgebied. Doen er nog Almelo's mee? Ja, zeker. Almelo FC die speelt nu op dit moment. Dat is een club waar ik zelf ook bij speel. Ook zelf een tijdje in het eerste gespeeld. En ze hebben het op dit moment een beetje zwaar. Ze hebben gisteren een zware wedstrijd gehad in de nacompetitie, in de finale. Voor promotie naar de topklasse. Die hebben ze helaas verloren. Dus ze hebben het allemaal wel zwaar op dit moment. Ja. Psychisch ook, denk ik. Ja, psychisch ook. Ja, dat is misschien nog wel het ergste, denk ik. Ja. Volgend jaar opnieuw? Volgend jaar opnieuw, ja. En dan gaan we weer knallen. Waar hebben jullie gebrek aan? Eigenlijk niets. En niets? Nee. Ja, je hebt goede spelers? We hebben goede spelers. Echt hele leuke sponsoren. Mensen, bedrijven die het ons hebben gegund. Want ze weten natuurlijk niet wat er komt. Dus daar zijn we wel heel erg blij mee. Spelers die dus op het hoogste niveau spelen, die vertrouwen in ons hebben als organisatie, die wel zo op het toernooi afkomen. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Hoe gaat het financieel met de club? Met Almelo FC gaat het redelijk. Het kan altijd beter natuurlijk. Hè? Wanneer wordt dit betaald? De zaal en zo, dat wordt allemaal achteraf betaald door ons. Dus, De spelers worden niet betaald? Nee, spelers worden niet betaald. Nee. Dit is wel een prijs voor beste speler, beste keeper. Daar hebben we wel een geldprijs voor. Maar het is niet zo dat wij spelers hierheen halen en zeggen van jullie krijgen betaald. Nee, dat is niet zo. Dus daarom zijn we ook blij dat ze uit vrijwillige basis deze kant op komen. En hier komen spelen. Mooi. Daar zijn we heel erg blij mee. Wat verwacht je van de top? Wie gaat er winnen? Ja, dat zijn wel hele goede teams. Ik bedoel, WSV die heeft de eredivisieploeg heeft net verloren van HSC. Die is gedegradeerd uit de topklasse naar de hoofdklasse. Dus het kan alle kanten op. Maar ik geef ZVV Twente een hele goede kans. Jongens uit Enschede. Nesselandia Rotterdam geef ik een hele goede kans. En El Niño's Amsterdam geef ik een hele goede kans. Harderwijk Nunspeet ook nog trouwens. Die spelen in het geel. Okay. Dus het is ongeveer de helft? Ongeveer de helft. Vier teams wat in mijn ogen een hele grote kans maken op kampioenschap. Dat maakt het alleen maar spannender natuurlijk. Dat maakt het spannender en dat is alleen maar goed, denk ik.
De leerlingen van groep 6A van OBS De Weijer hebben grondig ervaren wat er allemaal komt kijken voor er een brood of pannenkoeken gebakken zijn. Ze deden dat in een project van de stichting WBJG. Het heet Voor de Wijk en senioren, specialisten op hun vakgebied, zetten zich daarbij in om hun ervaring over te brengen op kinderen. Groep 6A van juf Selma Aksa deed dat in 3 lessen. Vorige week waren ze in Korenmolen De Hoop, waar molenaars Eddy Bleker en Janine van der Linde lieten zien hoe zo'n molen nu werkt. En vandaag? We zijn hier live bij onze school, onze mooie pannenkoekenbakkerij. Als we daar naartoe kijken, hebben wij de malen. Zijn we eigenlijk een soort aan het malen, omdat we bij de molen zijn geweest. Daar bakken we pannenkoeken voor de, met het meel dat we eigenlijk wat van de molen komt en wat we gemaald hebben. Dit is een kenner. Nee, we krijgen gewoon pannenkoekenles. In onze klas kunnen we ook zien hoe de korrels eruit zien. En dat doen we dan met een microscoop. We kunnen ook zien hoe andere dingen eruit zien. Dus dat is ook heel gaaf. We hebben nu wel gemerkt hoeveel werk er eigenlijk in zit om dat te doen. Ik vond het echt hartstikke leuk en echt heel leerzaam. Verder zijn de pannenkoeken heel lekker. Het enige jammer is dat er geen stroop is. Nooit iemand van de omroep Gelderland. Raar, hè? Zelfs met die Prijzen Hoofdprijs, met de Huygensprijs. Nooit hebben ze zelfs maar opgebeld. Niet dat het kon, maar dat was de bedoeling nog net niet. Het zijn van die korte dingen. We reden langzaam over smalle wegen door Dithmarschen. Onophoudelijk sloegen dwarse rukwinden tegen de wagen. Ik vreesde dat ze onze kever van de weg af zouden drukken. De akkers waren leeg. In de weiden, achter stenen schuurtjes, schuilde paarden voor de wind. Een enkele trekker zwoegde in de zware klei bij afgelegen boerderijen. Een horizon zonder obstakels, wolken scherend over het land. Mijn stemming klaarde op terwijl het weer versomberde. Het is herfst of bijna winter. De schilder wil het zo. Bekijk het maar. Een zeelenlandschaft zonder mensen, een verdoken buitenplaats. Misschien een beeld om in te wonen. Het land nog leeg, de ziel toen vrij, laat het paneel bijna onleesbaar aan de keerzij weten. Is het soms zo'n huis dat mensen leven lang met nauwelijks in te tomen hunkering betrekken wilde? Stammen liggen aan de bosrand in de oksel van 2 paden. Onverzaagde broden, hoog gestapeld voor het nieuwe jaar. En juist toen iemand zei, hoor de schreeuw van de fazant. Kerf nu de namen in het hout dat morgen weer verbrandt. Zei iemand anders iets over een vroeg banket, een laat souper. En dat men al een eeuw of langer wachtte in het grijze landhuis met de luiken. Daar tussen platanen zonder blad.
waar onveranderlijk een sneeuwig licht opvalt. Dat is wel mooi. Wat is er te doen allemaal deze week? Paarden en ponies, springen en dressuur. Het eerste weekend is ponies, vrijdag tot en met zondag. En vanaf maandag gaan we verder met de paarden om daar alle disciplines in paarden in springen en dressuur te doen. En dit weekend is het de jeugd, de ponies? Ja, zoals ik zei, van vrijdag tot en met zondag is het de ponies. Van lage tot hoge klasses in dressuur en springen. En de hele week verder zijn het de paarden aan de beurt? Vanaf maandag alleen maar de grote paarden, zeg maar. Dus de ponies zijn al naar huis. En dat is door elkaar springen en dressuur? Nou, gelukkig niet door elkaar, maar wel op twee aparte velden. Maar dat is inderdaad beide disciplines de hele dag. En hoe staat het met het randprogramma? Ja, van allerlei activiteiten. Koetsentocht op aanstaande zondag, playbackshow vanavond voor de jeugd. En volgende week woensdagavond uit mijn hoofd is een playbackshow voor volwassenen. En is er nog heel iets bijzonders, iets aparts met het randprogramma? Ik hoor iets van ringsteken met bekende Almeloers. Dat is inderdaad ook zo. Ringsteken is ook aanstaande woensdagavond. Daarin hebben wij diverse teams die dan een rondje achter op de koets gaan ringsteken. En daar zijn ook wat bekende Almeloers die dat gaan doen, onder andere de burgemeester. En doet u zelf ook mee? Ja, ik ben ook uitverkoren om mee te mogen doen. Kun je zeggen hoe je heet? Glenn Donders. En waar doe je precies aan mee? Springen. Zo, gaat het nou gebeuren, jongens? Ja, gaat gebeuren. Ja? Ga je de eerste prijs halen? Ja. Ja? Hij belooft, hè? Ik